Waarom is het kappen van bomen nu eigenlijk nodig? Als we bepaalde landschapstypes willen behouden, zoals de prachtige hei hier om ons heen, die op dit moment in bloei staat, dan heb je beheer nodig. En beheer houdt in dit geval in kappen van bomen, om die heide de ruimte te geven en om te groeien. De jonge bomen trekken zoveel water naar zich toe, dat uiteindelijk het moeras en het hoogveen de vochtige heide uit zal drogen. We halen de bomen weg tussen de verschillende heidegebieden, om ervoor te zorgen dat de soorten van het ene heidegebied ook zich kunnen vermengen en kunnen verplaatsen naar het andere heidegebied. Invasieve exoten, dit zijn soorten die van nature niet in Nederland voorkomen en ervoor zorgen dat onze inheemse soorten, dus de soorten die van nature wel in Nederland voorkomen, minder kans krijgen om zich te ontwikkelen. Kort samengevat, het kappen van bomen zorgt voor een grotere biodiversiteit en daarmee een mooiere en bredere natuur in Nederland.